Nou, we hebben in ons land heel veel musea, maar het Teylers Museum in Haarlem is het oudste museum van Nederland. Nou, het museum uit 1784 is vernoemd naar deze man, Pieter Teyler van der Hulst. Een succesvolle en zeer rijke Haarlemse zakenman. En hij is zowel zijdefabrikant als bankier. Na zijn dood laat Pieter Teyler heel veel geld na. En in zijn testament staat dat het geld gebruikt moet worden voor de armenzorg, maar ook voor kunst en wetenschap. Want hij wil het volk daar kennis mee laten maken. En toen is aan zijn huis een museum gebouwd, waar je ook vandaag de dag nog al die verzamelingen uit de 18e eeuw kan bekijken. En daarmee is Teylers Museum het oudste museum van Nederland. Alleen de betekenis van het woord museum is dan anders dan nu. Want toen was een museum een plek waar kunstenaars en geleerden samen konden komen om onderzoek te doen en de resultaten dan met elkaar en de rest van de wereld te delen. Onderzoek naar elektriciteit is dan heel populair en daarom worden er allerlei proeven met deze machine gedaan. En met glasschijven van 1,65 meter is dit de allergrootste elektriseermachine die ooit gebouwd is. Dat gebeurt met 300.000 volt. Je zou dit dus kunnen zien als een soort apparaat waarmee je bliksem kan opwekken. Nou, je kan hier ook heel veel andere proefjes zien, precies zoals ze vroeger tijdens de onderzoeken gingen. En door al het onderzoek dat toen gedaan is, weten we nu vandaag de dag ook veel meer over de natuurkunde. Bijvoorbeeld over elektriciteit, magnetisme en over hoogspanning. En dit is de aurorabuis. En dit onderzoek is uiteindelijk de basis geweest voor TL-buizen en ook voor de huidige spaarlamp. Nou, dit is de Holtz-machine en hiermee deden ze onderzoek naar de overdracht van elektriciteit. Nou, dit is de oudste zaal van het museum en check even hoe prachtig het eruit ziet. En daarnaast zijn er hier ook nog allerlei instrumenten en geografische vondsten te vinden, waaronder het topje van de Mont Blanc. Voorzichtig. Nou, dit is natuurlijk niet zomaar een steentje, want in die tijd weet niemand nog hoe de toppen van de hoogste bergen eruit zien. Dus leg ik hem maar gauw terug, want hier ligt hij veilig. Nou, het Teylers Museum is dus echt het oudste museum van Nederland. En ook nog eens het enige museum over de hele wereld waarvan de buitenkant van het gebouw en een groot gedeelte van de binnenkant nog echt uit de 18e eeuw stammen. En waar ze dus nog steeds die oorspronkelijke collecties hebben. Dat is uniek. En als ik hier zo sta, dan voel ik de magie ook echt nog in de lucht hangen. Sterker nog, het heeft hier wel wat Harry Potter-achtigs.